wanna hold the hand inside you. I wanna take a breath that's true. I look to you and I see nothing. To see the truth fade into you, strange you never knew. Without a home, you put your hands into your head, and then smiles cover your heart. Dames. Allereerst, dank u wel, Alex, om voor dit nummer te kiezen. Graag gedaan. Dat is ook een van mijn favorieten. Soms komen we overeen. Hè? Soms, hè. Soms. Bart, wat vond jij van deze battle? Mazzy Star, deze Fade Into You, dat is een klassieker uit het alternatieve genre. Elise, jij zong het heel mooi. En breed. En er bonk op. Maar Charlotte heeft mij ook erg betoverd, omdat... En ik bedoel het heel goed, hè. Er zit iets bijna... helium, een soort helium-effect. Een helium-effect in je stem. Maar dat is wel iets wat je nooit meer vergeet. Als ik hoor te kiezen... Het heeft ook te maken met dat ze uit Team Bart komt. Als ik hoor te kiezen, dan kies ik met zekerheid voor Elise. Ja. Dank je. Hey! Koen. Misschien is Elise een klein beetje stemvaster dan Charlotte. Mm-hmm. Maar... Er waren momenten bij van Charlotte die wow, echt gaaf zijn. Dus als ik kies over deze battle, dan ga ik voor Charlotte. De man met net. Alex, had je dit verwacht toen je deze twee tegenover elkaar zette? Ja, waarschijnlijk ja. Wel. Ja. Ik had dat verwacht, ja. Ik wist dus ook waar ik aan begon. Ik wist ook dat ik het mezelf heel moeilijk ging maken. Maar... We zitten hier in The Voice om ook heel mooie momenten te creëren, muzikale momenten te creëren. En deze twee toptalenten zijn absoluut aan elkaar gewaagd. Ik heb natuurlijk iets langer met Charlotte kunnen werken dan met Elise, maar ik moet eerlijk zeggen, Elise die is bij mij op die in een stoel komen zitten en die is er gewoon niet meer afgegaan. En je weet, ik heb toch al een verleden zo dat ik nogal stielslutterig kan zijn. Dus je moet wel verdomd vrij goed zijn om mij te overtuigen van in het begin van dit is ze gewoon zo. Dus ja... Toen deden we die eerste repetitie en dan denken we, wauw. Ik ga moeten kiezen. Hè. Ja. We gaan een keuze maken. Wie past er het beste in het universum van Alex? En wie gaat voor jouw team naar de live shows? Ja.
Het zijn twee echt topstemmen. Maar zoals je weet, ik kies altijd voor de stem die ik instant zou herkennen op de radio. En dat is Charlotte. Patricia, Charlotte, je bent de battle. Je gaat naar de live shows voor Team Alex. Ja, zeker. Ja, zeker. Een waanzinnig applaus voor Elise. Elise, ook nog even voor je. Sorry. Sorry. Het was